Welkom bij de nieuwe Wake Up Date. Joe! Woe! Farid heeft een studieuurtje. Omdat de mediatheekbegeleider ziek thuis zit, heeft stagiair Bram vandaag de taak de orde in de mediatheek te bewaren. Nee, ik meen niet. Kom terug, nee. Sst, Ebru, stilte. Ja, maar dit stomme ding. Wat is er? Ik heb een heel werkstuk gemaakt en hij is ineens weg en ik moet het vanmiddag inleveren. Doe je een keer je best op een werkstuk, verdwijnt hij. Ja, ik heb het zelf al gekeken, dit is verspeelde tijd. Verspeelde tijd? Weet je wat verspeelde tijd is? Ik die uren aan dit werkstuk heb gewerkt en die nu in één keer verdwenen is. Dat is verspeelde tijd. Zeker niet. Kijk maar. Tada. Hey. Oh, Farid. Ik waardeer de hulp van gisteren heel erg. Maar je moet nu niet ineens denken dat we vrienden zijn en dat je met mij kunt staan chillen in de kantine. Ik bedoel, je bent een brugger. De dag zit erop voor Farid. Maar net als hij naar huis wil gaan, komt hij weer Ebru tegen. Het is niet allemaal mee met jou, hè, deze week. Ja, lach maar. Ik lach niet. Heb je lift nodig? Ik dacht het even niet. Vroeg. Wacht. Ik heb misschien ook niet zo zin om te lopen. Je mag me een lift naar huis geven, maar je moet niet verwachten dat ik ook nog dankjewel ga zeggen. Oh nee, ik ga niks verwachten van je, ja? Want je bent tenslotte in tweede klasse, toch? Helemaal vergeten. Een nieuwe schooldag. En Ebru zit in dubio. Ik wil eigenlijk echt met Farid praten, want hij heeft echt iets. Maar ik kan toch geen brugsmurf leuk vinden? Hey, ik zie dat je met me wilt praten. Ik zou niet durven. Of ben je de regels soms vergeten? Regels zijn er toch om overtreden te worden? Zullen we bij de fietsenstalling afspreken na de les? Wat heb jij nou bij je? Wat? Doe je band toch plakken? Of denk ik dat je elke dag in de eerste klasse lift krijgt? Die band kan wel wachten, hoor. Oké. Wat is dan de bedoeling? Oh, je kan natuurlijk niet geloven dat de tweede klasse je echt leuk vindt. Wat? Nou, geeft niet. Kom maar goed. Nee. Wat doe je? Oh, je hebt nog nooit gezoend. Farid, maakt niet uit. Ik leer het je wel. Nee. Zoenen? Wilde je daarom afspreken? Ik had het echt niet door. Goed, dat was de luistertoets. We gaan hem direct even nakijken. Dus wissel je blaadje even met je buurman of met je buurvrouw. Pieter? Farid heeft een 5. 5. Farid? Hij heeft een 6. 6. Een 6? Maar dat kan niet. Nee. Mevrouw, we moeten de test opnieuw doen. Waarom zouden we dat doen, Pieter? Nou, het was super rumoerig. En ze zaten de hele tijd te praten en ik kon... Ik vond het reuze meevallen, Pieter. Alex? Ja, had een 6. 6, oké, dankjewel. Hier. Ik check dat. Hij staat huilen, man. Hij staat huilen. Serieus? Had hij nou echt huilen om een cijfer? Oh, ik wil niet iets opnieuw doen. Ik wil wel een functie maken. Dat is zo goed gedaan. Ik heb ook een 6 gekregen. Dat is dus niet grappig. We doen hem echt niks aan of zo. Ik vind het alleen grappig dat hij gaat huilen. Grappig, man. Ja. Nou, als jij het niet grappig vindt, loop ik toch gewoon lekker door. Kijk, omdat jij dat nepzoontje van Formers bent, moet jij nu niet directeurtje gaan spelen of zo? Moet je mond houden van mij en Formers, ja? Want anders? Anders? Als je dat niet doet, dan ga je spijt krijgen, ja? Ja. Ja? Ja, hij bedreigt ons, mevrouw. Nee, helemaal niet. Helemaal wel. Nou, het toontje van jou net was niet echt lekker, of wel? Nee, precies. Nou, wat zij tegen mij zei, dat was ook niet lekker. Helemaal wel. Wat ik zeg was gewoon lekker. Toch? Ja, precies. Ik hoef helemaal niet te horen wie wat en wanneer zei en waarom. Aan het einde van de dag gaat Farid richting bushalte. Maar het lijkt erop dat de schooldag nog niet helemaal voorbij is. Hey, ik bedoel pruilenpietertje, hè? Oh ja, pruilenpietertje. Natuurlijk. Hey, rustig aan. Daar gaat hij. Doe dan. Kappen, man. Hey. Ja, en nu is het genoeg. Volgens mij had ik jou al gewaarschuwd, of niet? Meekomen. Hup, ja, die kant op. Heb ik al wel eens gezegd wat voor fantastisch persoon die de jongen is. Echt een geweldig gevoel van timing ook, die vrouw. Echt niet te geloven, gewoon. Ik kan gewoon niet even tegen de jongen zeggen dat ik juist probeerde te helpen. Nu zit ik dik in de shit, hè? Ja, dat weet ik, maar... Maar? Want ik denk dat mijn pleegpa hiervan gaat vinden. Het vriendje van Liz, Timo, is aan de beterende hand, maar nog steeds ziek thuis. Dus helaas kan Liz haar pauzes niet met hem doorbrengen. Hoi,
Hey. Kan ik iets voor je doen? Nee. Ik kom even thee brengen. Liz vindt pauze soms een beetje lastig. Hè? Als ze niemand heeft om mee te praten. Dus dan komt ze soms bij mij de huiswerk maken. Maar de laatste tijd ging het wel goed. Tenminste, ik had het al een tijdje niet meer gezien. Hoe is het met Timo? Dat is toch je vriendje, toch? Of heb ik het verkeerd gezien? Nee, dat klopt. Maar hoe het met hem gaat, dat mag u hem zelf wel vragen. Want ik hoor ook helemaal niks van hem. Je moet gewoon jezelf zijn, echt waar. Als jij gewoon doet wat jij wilt, dan vinden jongens dat uiteindelijk echt veel leuker. Geloof mij nou maar. Nou, ik zal het proberen. Hey Timo, ik wilde je even appen omdat ik me zorgen om je maak. En ik wou je laten weten dat ik je mis. En laat weer wat van je horen. Kusjes. Oké, dat zag er misschien een beetje suf uit hoe ik erbij zat. Wel leuk dat Bikkel me niet lachen. Ja, dan voel ik me tenminste niet zo eenzaam. Want aan Timo's bericht had ik helemaal niks. Je bent echt aan het zeuren. In mijn tijd, hè, in de middeleeuwen, toen kon je helemaal niet appen. Je moet je niet zo blind staren op één zo'n jongen. Ja, weet het ook niet. Timo is hartstikke leuk, maar er zijn echt meer leuke mensen op de wereld. Hè? En er is maar één manier om erachter te komen. Tja. Succes. Maar heb je zin om na school iets te doen? Dan kan je me nog meer vertellen over je geheime missie. Ja, tuurlijk. Waarom niet? Wilde je nog wat leuks doen ergens of wilde je hier gewoon blijven chillen? Ik dacht gewoon naar chillen en ik weet op zich nog wel nog iets leuks. Oké. Wat dan? Klas van Sophie heeft het derde uur CKV-les van stagiair Bram, waar het gesprek op lezen belandt. Het onderwerp van de les luidt boeken lezen. Ja, lezen jullie nog wel eens boeken? Of zijn het alleen nog maar appjes? Ja, dus. Nou, ik lees best vaak boeken. Goed jongens, wat denken jullie wat boeken lezen inhoudt? Hè? Wanneer doe je het en waarom? Nou, het is toch best wel goed voor hem, omdat het gewoon ontspant en het prikkelt toch ook de fantasie. Mooi, heel goed. Kijk, daar heeft Sophie een mooie jongens, hè? Maar dat is wat we moeten aanpakken in deze les. Daarom mogen jullie een boek gaan lezen, thuis. En dan mogen jullie, wat jullie heel mooi vinden, gewoon in de les voorlezen, een klein stukje. Kijk, je moet gewoon zorgen dat je gewoon een leuk genre hebt, snap je? Dat het gewoon bij je past. Ja, natuurlijk vind jij dat wel leuk. Want jouw idee van een leuke middag is met een boek op de bank zitten, in tegenstelling tot shoppen of chillen met vrienden. Haar boeken zijn haar vrienden. Ik vind het echt stom dat Shani helemaal doet alsof ik super raar ben, alleen omdat ik toevallig van lezen hou. De volgende les is Sophie aan de beurt om te lezen. Sophie, pak je boek er maar bij. Ja. Ze zit naast hem op de bank. De bank zit in de hoek van de kamer en heeft uitzicht op het bed. Samen kijken ze naar het bed. Ze gaat niet zeggen dat ze nog maagd is. Ze wil überhaupt heel haar leven niet zeggen met betrekking tot de daad. Want dit is te gênant. Ze volgt met haar ogen dicht zijn warme tong die over haar lichaam kruipt. Hij neemt de tijd alsof hij haar centimeter voor centimeter in bezit moet nemen. Hij aarzelt bij de rand van haar onderbroek. Steekt er één vinger onder. Oké, Sophie, wat zo zit haar goed. Doe maar dicht. Maar ik was pas halverwege. Ja, dat weet ik. We hebben genoeg gehoord. Of denk jij dat dit grappig is? Ik wil nog wel meer bewijzen dat boeken echt niet altijd saai hoeven te zijn. En dat er heel veel leuke boeken zijn. En groeven en aparte zoals die. En boeken over onze leeftijd, snap je? Seksualiteit is een onderdeel van de literatuur. En als jij zelf een bepaald idee hebt over wat voor boeken de kinderen moeten lezen, dan zou je dat vooraf met ze kunnen bespreken. En als je niet weet wat voor boeken de leerlingen leuk vinden, dan zou je dat eerst kunnen vragen aan iemand die dat wel weet. Aan Sophie bijvoorbeeld. Hey Sophie, wat je hebt gedaan, dat vond ik echt een bizarre actie van je. Het was echt super top. Hey, zieke actie in de klas. Lezen was misschien niet zo suf als dat ik dacht. Ik zei het ook. Kijk, lieve Soraya, heb je ooit in een igloo gezeten? Dat gaat je niks aan. Laat mij jou controleren. Onwaarschijnlijk met EI. Zelfs ik weet hoe je dat moet spellen, hè? Het is privé-eigendom. Hoezo zit Farid de hele tijd met Soraya te praten? Ik bedoel, zij zijn helemaal niet bevriend. Ik ben degene die bevriend is met Soraya, niet hij.
Dus maak even duo's, alsjeblieft. Zullen wij samen? Ik heb er echt geen zin in dat die twee straks verkering krijgen. Want dan is het... Doei, Pieter. Die middag gaat Farid met Pieter mee naar huis om aan de opdracht voor Nederlands te werken. En zijn er ook mensen die meer dan alleen maar aardig zijn? Soraya? Ja, het is super duidelijk dat jullie elkaar leuk vinden, hoor. Nou, een beetje meer dan ik. De volgende dag kan Farid Pieters woorden toch niet helemaal vergeten. Niet te laat dus. Waarom ben jij zo vroeg? Ja, ik ging met Vommers mee rijden. Je moet eerder op school zijn, hè? Ah, nog een nadeel aan bij meneer Vommers wonen dus. Je bent echt... Wat? Ongelooflijk. Ongelooflijk met een korte of een lange ei? Oké, Farid die lacht. Dat is nieuw. Nee, jij bent ook ongelooflijk. Oh? Oké, dan ga ik dat als een complimentje zien. Dat moet je zeker doen.